The subject of our session today is an extraordinary book of the Bible. Het onderwerp van de sessie van vandaag is een buitengewoon boek in de Bijbel. As we'll note, a book that is in a very significant way different from every single other book of the Bible. Zoals we zullen merken, is dit boek anders dan alle andere boeken in de Bijbel. We're speaking, of course, of the book of Esther. We hebben het natuurlijk over het boek Esther. And the reason we're speaking about it now is because of the upcoming biblical holy day of Purim, which commemorates the events of this book. En de reden waarom we het vandaag over het boek Esther hebben, is vanwege het aankomende feest Purim, waarin de gebeurtenissen uit het boek Esther worden herdacht. Now, as you know, we've discussed this many times. Although, of course, the festival of Purim is a Jewish holiday, we prefer to describe it as a biblical holiday because it is a day that is undoubtedly of significance for all those who believe in the Bible, not just Jews. En we hebben het al vaker hierover gehad, hoewel we vaak zeggen dat Purim een Joodse feestdag is, beschrijven we het liever als een Bijbelse feestdag, omdat deze feestdag, net als vele andere, niet alleen van belang is, grote betekenis heeft voor Joden, maar ook voor niet-Joden. The challenge for us all is to discern in this strange holiday and strange book the message that speaks to us, that teaches us a lesson for our lives. De kunst is om een les te onderscheiden in dit vreemde feest, een les die voor ons allemaal is. Now, somewhat uncharacteristically, I'd like to begin, before we consider the verses that are relevant, primarily in the book of Esther, with a fairly recent development. Anders dan andere keren wil ik vandaag het hebben over een vrij recente ontwikkeling voordat we gaan kijken naar hoofdzakelijk versen uit het boek Esther vanavond. Well, of course, when I say recent, I mean relatively speaking, relative to the events of the book of Esther that took place around 2500 years ago. En als ik het heb over een recente ontwikkeling, dan is dat relatief recent ten opzichte van het verhaal van Esther, wat zich zo'n 2500 jaar geleden afspeelde. This is a particularly odd custom that has been popular among Jews for at least around 7 centuries. A custom that pertains to this holiday of people wearing masks. En het gaat over een gebruik onder Joden dat al zo'n 7 eeuwen populair is, namelijk om tijdens het feest van Purim maskers te dragen. If you visit in a Jewish community on the holiday of Purim, you might well think that people have taken leave of their senses. Wanneer je tijdens dit feest een Joodse gemeenschap bezoekt, dan zou je kunnen denken dat de mensen daar hun verstand verloren hebben. Well, again, when I say this is a recent custom, it's not that recent. En zoals ik zei, als ik het heb over een recente ontwikkeling, dan is het dus niet zo heel erg recent. As far as I can tell, this custom of masquerading, of wearing masks on Purim, is first mentioned by Rabbi Judah, son of Eliezer Halevi of Mintz. En aangaande het ware het dragen van maskers, dat lijkt voor het eerst voor te komen zo'n 7 eeuwen terug en wordt dan beschreven door Yehuda, de zoon van Rabbi Eliezer Halevi. Yes, of Mintz.
Van Mainz. Born in Mainz, Germany, around 1408. Hij is geboren in het jaar 1408 in de Duitse plaats Mainz. He was expelled together with the rest of the Jewish community of Mainz in 1462. En in 1462 werd hij samen met de rest van de Joodse gemeenschap verbannen uit Mainz. Then served as the rabbi in Padua, Italy, until his death in 1508. En toen diende hij nog als rabbijn in Italië, tot aan zijn dood in 1508. Now you might well imagine that after such a very, very long scholarly career, he would have left behind a huge treasure of his scholarly writings, and undoubtedly he did. En zoals we zouden verwachten na zo'n lange loopbaan als rabbijn, ja, dan zouden we toch wel denken dat hij een heleboel hoogstaande literaire werken achter heeft gelaten, en ongetwijfeld heeft hij dat ook. Unfortunately, within a year of his death, in battles that took place around Padua, his grave was destroyed and lost, and most of his writings, the overwhelming majority of his writings, evidently were deliberately burnt and destroyed by the enemies. Helaas brak er ongeveer een jaar na zijn dood rond de Italiaanse plaats Padua strijd uit, en daarbij werd zijn graf vernield. En ook al het schrijven wat hij had gemaakt werd met opzet verbrand. This is before the era of the printing press. Only around 16 responses on the subject of Jewish law and practice survived. En dit gaat over een periode voor de drukkunst. Er zijn op dit moment nog maar 16 opmerkingen over de Joodse wet overgebleven. Well, in number 15, that's what we're getting to, he makes mention of the matter of wearing masks, that young men and maidens, the old with the young, are accustomed to wear on Purim. In fragment 15, dat is overgeleverd, maakt hij haalt hij het gebruik aan om maskers te dragen. Zowel jongens als meisjes, de ouderen met de jongen op de feestdag van Purim. Now, we don't know when this custom arose, but I think he's the first one who actually makes explicit mention of it. And he concludes that it is, however odd, a permissible practice. We weten niet wanneer dat gebruik in zwang is geraakt, het dragen van maskers, maar voor zover we weten is hij wel de eerste die hierover schrijft. En hoe vreemd het ook is, het is toegestaan om dat te doen op die feestdag. What he doesn't explain is, what is the basis of this practice and what has it to do with Purim and the Book of Esther? Wat hij niet uitlegt in dat fragment is welke basis of bijbelsbasis heeft dat nou eigenlijk, dat dragen van maskers, en wat heeft het van doen met Purim en het boek Esther? That's something that was left for later people to discuss, and that's the point with which I'd like to begin. Die discussie bleef over voor mensen van later tijd, en het is precies daarmee dat ik vanavond wil openen. What has masquerading to do with the Book of Esther? Wat heeft het dragen van maskers te doen met het boek Esther? Who in the Book of Esther is wearing a mask? Wie draagt er een masker in het boek Esther? There are a number of interesting answers to this question. Er zijn een aantal interessante antwoorden mogelijk op deze vraag. Consider what a mask does.
Bedenk je wat de functie is van een masker? After all, one wears a mask to conceal one's true identity. Je draagt een masker om je ware identiteit te verbergen. Some of you may remember the Lone Ranger or Batman. Misschien dat mensen zich de Lone Ranger of Batman herinneren. So, who conceals one's true identity in the book of Esther? Dus wie verbergt zijn ware identiteit in het boek Esther? And of course, the first answer to this question, very obviously, is Esther herself. En de meest voor de hand liggende antwoord op die vraag is Esther zelf. In chapter 2, verse 10, Esther had not told of her people nor her kindred, because that was what Mordechai told her to do. In Esther 2, vers 10 lezen we, Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen. Even after she becomes the queen, in verse 20, still, Esther had not yet told of her kindred, nor her people. Zelfs nadat ze koning is geworden, lezen we in vers 20 dat Esther haar afkomst en haar volk niet verteld had. So at the beginning of the story of the book of Esther, Esther of course is Jewish, and she is hiding the fact that she's Jewish. Dus aan het begin van het boek van Esther zien we dat Esther van Joodse komaf is en ze verbergt haar afkomst. And toward the end of the story, in chapter 8, verse 17, we read of people who aren't Jewish, who are hiding the fact that they aren't Jewish. En aan het einde van het boek, in Esther 8, vers 17, zien we dat er niet-Joden zijn die verbergen dat ze niet-Joden zijn. That is, after Mordechai comes into power, we read that in verse 17, many from among the peoples of the land professed themselves Jews, for the fear of the Jews was fallen upon them. Dus in Esther 8, vers 17 lezen we, nadat Mordechai aan de macht was gekomen, velen uit de volken van het land werden Jood omdat angst voor de Joden op hen was gevallen. Of velen uit de volken van het land deden zich voor als Jood omdat angst van de Joden op hen was gevallen. Maybe in general we should know the significant role that getting dressed up plays in the story. En misschien moeten we op een algemeen vlak opmerken welke rol het speelt in dit verhaal om je goed aan te kleden. Earlier in chapter 8, a couple of verses before, specifically Mordechai going forth in royal apparel is what signals to all the Jews to rejoice. In een paar versen daarvoor, in Esther 8 vers 15, gaat Mordechai koninklijk gekleed en dat zorgt voor vreugde bij de Joden. We'll note that in chapter 6, a central theme in what leads up to the story of salvation is a discussion of clothing. We zien ook een aantal hoofdstukken daarvoor dat datgene wat de uiteindelijke verlossing inleidt een kwestie is van kleding. When the king asks Haman, what shall be done unto the man whom the king desires to honor? Haman's answer, thinking that it refers to himself, is to dress up this person in royal apparel. Want als in Esther 6 Haman binnenkomt en de vraag krijgt wat men moet doen om iemand koninklijk eer te bewijzen, dan denkt hij dat dat op hemzelf betrekking heeft en doet hij de aanbeveling
om iemand dan te kleden in het koninklijke gewaad. And arguably it is the beginning of his end that after he gives this very detailed description, we read in chapter 6, verse 10, the king said to Haman, make haste and take the apparel and the horse, as you have said, and do it even to Mordechai the Jew. Dress him in the royal apparel. En het mag duidelijk zijn dat dit het begin is van Hamans ondergang, want we lezen dan in Esther 6, vers 10, toen zei de koning tegen Haman, haast u, neem het gewaad en het paard zoals u gesproken hebt, en doe zo met de Jood Mordechai die in de poort van de koning zit. So being dressed up, being disguised, being hidden, is something of a central theme in the story. Dus het kleden en het verbergen is een centraal thema in dit verhaal. But perhaps on a deeper plane, we should consider some others who are in hiding, in a way. Maar op een dieper niveau moeten we ook kijken naar anderen die zichzelf verbergen. First, prominently, and a decided exception to most of the Bible that takes place in the land of Israel, is that the land of Israel is in hiding. Ten eerste, in tegenstelling tot de rest van de Bijbel, zien we dat in dit verhaal het land Israël zichzelf verborgen heeft. The story takes place entirely in exile. Dit verhaal speelt zich volledig af in ballingschap. Indeed, the only place where the land of Israel, where Jerusalem, explicitly appear in the story is in chapter 2, verse 6. De enige plek in het verhaal waar Jeruzalem expliciet genoemd wordt, is in hoofdstuk 2, vers 6. The description of Mordechai, who is first introduced in the previous verse, as the one who had been exiled from Jerusalem, with the exiles that had been exiled with Yechoniah, king of Judah, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had exiled. En daar wordt dan beschreven, daar wordt Mordechai geïntroduceerd in het vers ervoor, en over hem staat dan Mordechai die weggevoerd was uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jechoniah, de koning van Juda, die Nebukadnessar, de koning van Babel, in ballingschap had weggevoerd. I'm sure I don't have to point out to you what word is so prominent in this verse, emphasizing over and over and over again exile. Ik denk niet dat het nodig is om veel woorden vuil te maken om toe te lichten welk woord hier met zoveel nadruk genoemd wordt. Steeds weer horen we terugkomen, ballingen, ballingschap, weggevoerd. But of course it's not just the land of Israel. Maar natuurlijk is het niet alleen het land Israël dat verborgen is. The land of Israel is the inheritance of God. God is in hiding in the book of Esther. Het land Israël is de erfenis van God. En God zelf verbergt zich in het boek Esther. We have a tradition to connect with the story of the book of Esther what we read in Deuteronomy chapter 31 in verse 17 and verse 18. We hebben een traditie die we verbinden aan het boek Esther in ontleend aan de tekst in Deuteronomium 31, vers 17 en 18. I will forsake them and I will hide my face from them. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen. In verse 18, I will surely hide my face in that day. En in vers 18, ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen. It is an ancient observation with irony that
the Hebrew for I will hide my face, Astir, is almost the exact same spelling and pronunciation as the heroine of the story, Esther. Het is al heel vroeg opgevallen dat ironisch genoeg het woord wat gebruikt wordt bij ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, in het Hebreeuws nagenoeg dezelfde spelling heeft als de hoofdrolspeelster van het boek Esther, namelijk Esther. And most prominently, of course, we consider of all the books of the Bible, how many times does God's name appear in the book of Esther? En natuurlijk, als we kijken in het boek Esther, hoe vaak komt dan God voor? Hoe vaak wordt hij genoemd? The only book of the Bible. Dit is het enige boek in de hele Bijbel waarbij het antwoord daarop is 0 keer. Well, that is 0 when we consider the explicit references to God's name, of which there are none. Dat is 0 keer als we kijken naar expliciete uitingen van Gods naam, want die staan er niet in het boek Esther. The closest we get in the book of Esther is initials of God's name. Het dichtste bij wat we komen in het boek Esther, dat zijn de initialen van God. Consider the closest we get, which is in the book of Esther, chapter 5, verse 4. En dat punt waarop we het dichtste bij komen bij een vermelding van Gods naam, namelijk door zijn initialen, is in Esther 5, vers 4. You can see the letters that I've indicated in green boldface to make them stand out over here. These are the letters of the Tetragrammaton. Voor wie meekijkt kan zien dat er bepaalde letters groen zijn gemaakt in de brontekst. En die spellen samen de naam van God. The Yud, followed by the He, followed by the Vav, and followed by another He, the holy name of God. De Jod, gevolgd door een He, gevolgd door een Vav, en weer gevolgd door een He, de heilige naam van God. But what do these words mean that spell out the name of God? They mean, let the king and Haman come this day, of all things. En dus van elk woord is dan de eerste letter, spellen samen de naam van God. En de totale zinsnede die hierbij betrokken is, laat zich vertalen naar laat de koning dan vandaag met Haman komen. So this is the closest we have to God's holy name, referring to a king who is by no means a model of righteousness and his wicked chief advisor. Dus dit is het dichtste bij wat we komen bij het noemen van Gods naam. Een koning die toch zeker niet rechtvaardig te noemen is en zijn door en door slechte hulp. And on some plane, you know, inevitably the answer is yes, this is the closest we get to God's name being explicitly revealed. En op een bepaalde manier is dit inderdaad het antwoord, ja. Dit is zo dicht als dat we komen bij een expliciete referentie naar Gods naam. And yet, despite the fact, or maybe as we'll see soon enough, because of the fact that this book is entirely devoid of God being explicitly revealed, there are no explicit miracles in the entire story, we read at the end of the story an extraordinary thing. At the end of chapter 9, in verses 27 and 28. En ondanks, of misschien juist omdat, dat zien we later, Gods naam niet expliciet genoemd wordt en ook geen grote expliciete wonderen zien, lezen we toch iets buitengewoons aan het einde van het boek in Esther 9, vers 27 en 28. When we read in verse 27 that the Jews took upon themselves to
keep these days every year, there's a kind of guarantee in verse 28 that these days will be remembered and kept throughout every generation forever, such that, in the end of the verse, these days of Purim should not pass, will not be revoked from among the Jews, nor the memorial of them cease from their seed. Purim is forever. We lezen dan, nadat in vers 27 de Joden het op zichzelf genomen hadden om Purim te vieren, dat ze dit ook vastleggen voor hun nageslacht, om dat door te geven van generatie op generatie. En we lezen dan aan het einde van vers 28, deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden, en bij hun nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen. Purim is voor altijd. Now this implies that even if we could imagine the other festivals, such as the remembrance of the Exodus from Egypt, could conceivably pass away with all of their dramatic miracles, Purim remains. Why Purim? What is Purim's message to us? En als we dan kijken naar de andere feesten, bijvoorbeeld de herdenking van de Exodus met al zijn wonderen, dan kunnen we ons nog indenken dat daar misschien een keer een einde aan zou komen om dat te herdenken. Maar aan de herdenking van Purim komt geen einde. Waarom Purim? Inevitably, to try to answer this question, we need to go back to the book of Esther and figure out, what is it telling us? En om antwoord te krijgen op die vraag, moeten we terug naar het boek Esther. Wat heeft dit boek ons te vertellen? Perhaps the best way to begin is to consider the story from a bird's eye view. En misschien de beste manier om daarmee te beginnen is om te kijken naar het verhaal van bovenaf. Grote lijnen. Because, you know, we read through the book of Esther, certainly in our observance of the holy day of Purim. We read through the book in a single sitting. We listen to the story from beginning to end. It's almost a whirlwind. And we would do well to ask ourselves, over what period of time does this story take place? It might seem to be just a couple of hours. It doesn't even take that long to read the story. So what was the period? Want zeker in de Joodse traditie, op de feestdag van Purim, lezen we dit verhaal aan één stuk door. En we doen er goed aan om ons te bedenken hoeveel tijd het verhaal beslaat. Want het duurt misschien maar een paar uur, of nog niet eens, het duurt maar heel kort om het verhaal uit te lezen. Maar de periode die het verhaal beslaat, bedraagt langer dan een paar uur. Well, we can glean the answer from some of the verses in the story. Dus hoe lang en welke tijd beslaat het verhaal precies? We kunnen dat antwoord halen uit een aantal versen in het verhaal. In chapter 1, verse 3, the beginning of the story, we read it's taking place in the third year of his, King Ahasuerus' reign. We kunnen lezen in Esther 1, vers 3, dat het verhaal begint in het derde jaar van de regering van Ahasuerus. The next date that we receive is in chapter 2, verse 16, when we read that Esther was taken to the king in the 10th month, which is the month Tibet, in the 7th year of the king's reign. In other words, 4 years later. De volgende tijdsaanduiding vinden we in Esther 2, vers 16. Als Esther daar wordt voorgeleid aan Ahasuerus naar zijn koninklijke huis in de 10e maand, dat is de maand Tevet, in zijn 7e regeringsjaar. Met andere woorden, er zijn alweer 4 jaar voorbij. But this is all just general background.
the real plot begins to unfold in chapter 3. Maar deze hoofdstukken bevatten hoofdzakelijk nog achtergrondinformatie. Het werkelijke verhaal begint pas in hoofdstuk 3. When we read in verse 7 that it was in the first month, which is the month Nisan, in the 12th year of King Ahasuerus, that they cast Pur, that is, the lot, before Haman. The casting of lots that gives Purim its name was in the 12th year of the king's reign. We lezen in Esther 3, vers 7. In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het 12e jaar van koning Ahasuerus, wierp men het Pur, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman. Dus het werpen van het lot, waaraan het feest Purim zijn naam ontleent, vond plaats in de 12e jaar van de regering van koning Ahasuerus. Now that means by simple arithmetic that this is taking place 9 years after the story begins. Met wat simpele wiskunde kunnen we dan constateren dat we al 9 jaar onderweg zijn in het verhaal. But wait, the actual event that results from this casting of lots takes place in the 12th month, the month Adar. Maar waar het werkelijk over gaat in het vers is het. De gebeurtenis waar het om gaat. Met betrekking tot het werpen van het lot, die wordt vastgesteld in de 12e maand van het jaar, de maand Adar. In other words, almost a year later. Oftewel, bijna nog een jaar later. So the events described in the Book of Esther take place over the course of almost 10 years. Dus de gebeurtenissen in het boek Esther vinden plaats in een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar. Events of almost 10 years being crammed into just 167 verses. 10 jaar geschiedenis wordt samengepropt in slechts 167 versen. And actually, that helps, because we realize on the one hand that living through these events, we would have hardly noticed anything. En in zekere zin helpt het ons. Want als we alles zomaar dag aan dag 10 jaar lang voorbij hadden zien gaan, dan hadden we misschien niet eens een verandering gemerkt. But the authors of the Book of Esther in telescoping all of this into a very brief story force us to consider the meaning, the significance in these almost 10 years of history. Maar de schrijvers van het boek Esther, die dit verhaal hebben samengevat, deze 10 jaar geschiedenis, die dwingen ons om te kijken naar de essentie van deze 10 jaar geschiedenis. Now, that raises an issue generally that we've discussed previously, and that is the significance of history. And I'm going to share with you again a sentiment that I feel very strongly, that perhaps the most important message that we glean from Moses's song in Deuteronomy chapter 32 is precisely that, the significance of history. En dat brengt ons bij een punt waar we al vaker over gehad hebben, het belang van geschiedenis. En we kijken specifiek naar het lied van Mozes in Deuteronomium 32, waarin hij wijst op het belang van geschiedenis. When we consider the message introducing Deuteronomy chapter 32, in chapter 31, verses 19 and 21, speaking of this song as being a witness, a song that will testify before the people of Israel, as a witness, for it will not be forgotten out of the mouths of their seed. A witness to what?
In zijn introductie naar dat lied toe in Deuteronomium 31, vers 19, 20, 21, dan zegt hij, schrijft dat het lied wordt opgeschreven, leg het hun in de mond, opdat dit lied voor mij een getuigenis is tegen de Israëlieten. Dat zegt God. En in vers 21 staat dan, want het zal niet vergeten worden of uit de mond van zijn nageslacht verdwijnen. Waartoe zal het niet vergeten worden? Waarom niet? Of course, in these words, there is an implicit promise. It shall not be forgotten out of the mouths of their seed, that Israel will never entirely forget the message of the Torah. Impliciet natuurlijk is in dit vers de boodschap, want het zal niet vergeten worden of uit de mond van zijn nageslacht verdwijnen, dat Israël nooit geheel de Torah zal vergeten. But I think more generally, all those who learn the message of the Bible learn, in particular, from this song, that there's a historical process unfolding. We're heading towards a goal, and every step along the way is significant. Maar meer algemeen denk ik dat iedereen die de Bijbel leest zich voor ogen mag houden dat in dat lied van Mozes in het specifiek een ontwikkeling van de geschiedenis zich ontvouwt en elke stap daarin is belangrijk. So reading the story of the Book of Esther, the history that is unfolding for Esther, for Mordechai, for everyone in the story, is the way we discern meaning, significance, ultimately, the hand of God. Dus het verhaal van Esther, als we daarin kijken naar hoe de geschiedenis zich ontwikkelt, hoe de gebeurtenissen zich ontvouwen, dan ontwaren we daarin betekenis en het belang van die gebeurtenissen. En zien we daarin de hand van God. Of course, saying that we discern the hand of God doesn't mean God isn't hiding. He's still hiding. En natuurlijk, als we zeggen dat we de hand van God kunnen ontwaren, dan betekent dat niet dat hij zich niet verbergt, want hij verbergt zich in het verhaal. The Book of Esther doesn't make things obvious for us, but it gives us the subtle hints that guide us on our way. Het verhaal van Esther geeft geen hele duidelijke boodschappen daarover, maar het geeft ons subtiele hints om het zelf te kunnen ontdekken. So it is that we appreciate the message that Mordechai communicates to Esther in chapter 4, when he senses Esther's reluctance to take the initiative and go to the king to plead on behalf of her people. Zo lezen we in Esther 4 over Mordechai, wat Mordechai over laat brengen aan Esther, als hij gemerkt heeft dat Esther terughoudend is om naar de koning te gaan om voor haar volk te pleiten. And he warns her in verse 14, if you altogether hold your peace at this time, if you remain silent, then will relief and deliverance arise to the Jews from another place. But you and your father's house will be lost. And who knows whether you are not come to a royal estate for such a time as this. In Esther 4, vers 14 lezen we dat Mordechai tegen Esther zegt, want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. This is a fascinating statement. It seems almost like a tease. En dat is een
een fascinerende uitdrukking. Het lijkt haast alsof hij plaagt. Then will relief and deliverance arise the Jews from another place. How does he know that? Who says? Dan zal er verlichting en verlossing voor de Joden komen van een andere plaats. Wie zegt dat? Hoe weet hij dat? And that you and your father's house will be lost. How does he know that? En dat jij en je vaders huis zullen omkomen. Hoe weet hij dat? Finally, the most ironic statement. Who knows whether you are not come to a royal estate for such a time as this? En dan het meest ironische opmerking aan het eind. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Indeed, who knows? Inderdaad, wie weet het? And of course we know the answer to the question. God knows, only God knows. En natuurlijk weten we het antwoord op deze vraag. God weet het, alleen God weet het. It would be so natural for Mordechai to have said, God knows whether you are come to royal estate for such a time as this. Het zou heel normaal en natuurlijk zijn geweest als Mordechai zoiets had gezegd als, en God weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Except that would of course be violating what evidently is a rule in this book, that God's name is never mentioned. Behalve dan natuurlijk dat de ongeschreven regel zou breken dat Gods naam in dit boek niet genoemd wordt. And on a deeper level, when we consider the message that Mordechai is conveying here to Esther. En op een dieper niveau kijken we naar de boodschap die Mordechai hier overbrengt naar Esther. We have, you'll recall, discussed this at other occasions in the course of our Bible study. This message that on the one hand, then will relief and deliverance arise to the Jews from another place because God is in charge. Because there is a master playwright writing the book of history. Zoals u zich ongetwijfeld zult herinneren, hebben we het ook vaker over deze verse gehad. In het specifiek de zinsnede, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. We weten dat zo zal gebeuren, omdat er een regisseur is, iemand die het script schrijft. God schrijft het script. God's promises are irrevocable. God promised the eternity of Israel, relief and deliverance then will arise one way or the other. Gods beloften zijn onherroepelijk. En als er verlichting en verlossing moet komen voor de Joden, dan komt die er. Op de ene manier of op de andere manier, linksom of rechtsom. So, what choice is in Esther's hands? What choice is in our hands if the script in some sense is already written? Dus welke keuze heeft Esther dan nog en welke keuze hebben wij dan nog als in zekere zin het script al geschreven is? The script is written, but what role you will play is up to you. Het script is al geschreven, maar welke rol je zult spelen, die keuze is aan jou. So Mordechai says to Esther, there will be relief and deliverance for the Jews. Whether you will be the agent of that relief and deliverance, that's up to you. En Mordechai zegt dus tegen Esther, er zal verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar of jij het instrument van keuze bent waardoor dat tot stand wordt gebracht, die keuze is aan jou. So what you will affect is not so much the eventual outcome with respect to the relief and deliverance of the Jews, but rather what the eventual outcome will be with respect to you. Dus wat je teweeg zult brengen door je keuze is niet zozeer of er verlossing voor de Joden zal komen,
Maar wat je teweeg brengt heeft betrekking op jou. In effect, he says to Esther and to each of us, you can choose to ally yourself with God's plan, to do your utmost to bring God's plan to fruition. And by your making that choice, you will indeed advance God's plan to the divinely ordained goal, and you will be part of it. Dus Mordechai zegt in feite tegen Esther en tegen ieder van ons dat we ervoor kunnen kiezen om bondgenoten te worden van God, om zo in een rol in het script in te nemen waarbij we zijn plan naar een hoger niveau helpen. And alternatively, you can choose to oppose the plan. You can choose to do your utmost to thwart the plan. And by making your decision, you'll still be advancing the plan. You will still be part of God's plan, but the difference will be you will succeed in destroying yourself. En alternatief kun je er ook voor kiezen om God tegen te werken, om zijn plannen te willen dwarsbomen. En terwijl je dat doet, zul je ook meehelpen om het plan van God ten uitvoer te brengen. Het enige wat je wel bereikt, is dat je jezelf vernietigt. Whatever you choose, you will be advancing God's plan toward its ultimate goal. Because whatever you choose, the choice that you don't have is to be insignificant. God created you. God put you in this world. You are significant. One way or the other, you will be an instrument in advancing God's plan toward its ultimate destiny, for better and for worse. Dus wat je ook kiest, je zult Gods plan vooruit helpen richting zijn uiteindelijke doel. Van alle keuze die je hebt, heb je één keuze niet. En dat is om belangrijk te zijn. Want je bent belangrijk. Je bent gemaakt, op deze wereld gezet. Daardoor belangrijk. En je zult op deze wereld zijn en een rol moeten vervullen waarin je dat plan naar zijn uiteindelijke doel helpt. Now again, this is an idea that we've discussed in other contexts. We have the various verses in the Bible that speak of God as the one who is the source of everything, of the good and the bad, as expressed perhaps most blatantly in Isaiah chapter 45, verse 7, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I am God who does all these things. We hebben het eerder ook al gehad over God als de bron van alle dingen. En wat zo mooi wordt uitgedrukt in Jesaja 45, vers 7. Dat zowel het goede als het kwade bij hem vandaan komt. Daar staat, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Again, this is a message that we see in additional passages in the Bible. We're abridging for now. But the crucial bottom line of all of this is, God creates the potential for evil and leaves it in our hands to choose whether we will actualize that potential. Er zijn nog meer versen die dit aantonen in de Bijbel, maar die slaan we voor vanavond over. Het komt erop neer dat God de potentie tot het kwade geschapen heeft en hij geeft dat over in mensenhanden en aan hen is de keuze of ze dat potentiële kwaad actualiseren, dus tot waarheid laten komen in deze wereld, of niet.
So in much the same way that Mordechai warns Esther, we read in Deuteronomy chapter 22, verse 8, reading literally, when you build a new house, you shall make a parapet, a railing, for your roof, that you not bring a liability of blood upon your house if the faller, that's what the Hebrew tells us, if the faller falls from it. In Deuteronomium 22, vers 8, lezen we iets wat sterk overeenkomt met de boodschap die Mordechai aan Esther geeft. Daar staat: wanneer u een nieuw huis bouwt, moet u op uw dak een borstwering maken, zodat u geen bloedschuld op uw huis laat wanneer de valler eraf valt. He hasn't fallen yet. But he's already called the faller because, well, God, after all, as we read in Isaiah chapter 41, verse 4, is the one who called the generations from the beginning. God has already ordained that he will be a faller. But it still is up to you whether you will put blood in your house by failing to make a railing around the roof. De valler wordt wel de valler genoemd, maar hij is er nog niet afgevallen. Zoals in Jesaja 41 kunnen lezen, roept God de generaties vanaf het begin. En hij heeft deze persoon al reeds bestemd om, om te vallen. Daarom wordt deze persoon de valler genoemd. De keuze die we nog wel hebben is of we door het vallen van die persoon bloedschuld op ons huis laten of niet, door te verzuimen een borstwering te maken. In other words, as a summation, and we've cited this verse in the past, it's a verse in which the language is difficult and there are a number of alternative translations. Proverbs chapter 26, verse 10, which we're translating as, great is he who performs all. Well, we know who is he who performs all. That's God. And God, in performing all, hires the fool and he hires transgressors. He hires everyone. In Spreuken 26, vers 10 staat mooi samengevat welk punt we hier willen maken. We hebben dit vers ook bij eerdere gelegenheden al bestudeerd. Het Hebreeuws is daar wat lastig en er zijn meerdere vertalingen mogelijk. Wij hanteren vanavond de volgende vertaling. Groot is hij die alles ten uitvoer brengt. En we weten wie dat is. God is het die alles ten uitvoer brengt. En terwijl hij alles ten uitvoer brengt, huurt hij de dwaas in en huurt hij overtreders in. That means everyone is hired in that great cosmic drama written by God, including the fool, including the transgressors. Everyone is going to have a role to play. The one, for example, who fails to make the railing around his roof, he'll be in the script as the agent through whom the faller falls. En zo speelt iedereen een rol in het grote kosmische drama waarvan God de auteur is. En zelfs de dwaas en de overtreder spelen daarin een rol. Zo is bijvoorbeeld degene die verzuimt om een borstwering te maken op zijn dak, het middel die teweeg brengt dat de valler kan vallen. Again, he chose to be reckless, to be criminally negligent in not making the railing around the roof. He chose to act in a manner that goes against what God commanded. En die persoon die verzuimde om een borstwering te maken, die was roekeloos. Die koos ervoor om roekeloos te zijn. Die koos ervoor om gebrekkig te zijn in het uitvoeren van wat God gebiedt. He still will have a role in the play.
the role of the mechanism for the faller to fall. What he will accomplish, however, for himself is he makes his home into one that bears the liability of blood. He loses himself because of his failure to obey, to follow, to ally himself with God's plan. En deze persoon die die borstwering niet maakt, die speelt dus nog steeds een rol in het script als ja, het mechanisme waardoor die valler ten val komt. Wat hij wel bereikt, is dat hij op zijn huis bloedschuld laat. Consider now that reference that we saw a few minutes ago to God's holy name. That Esther says, let the king and Haman come this day unto the banquet that I prepared for him. En merk nu op, zeg maar, welke link dit heeft naar het vers wat we eerder bekeken, waarin Gods naam naar voren toe kwam. In Esther 5, vers 4. Laat de koning dan vandaag met Haman komen. As we saw in the Hebrew, Yavo HaMelech veHaman Hayom. The four letters of the Tetragrammaton by initials. Yud followed by He, followed by Vav, followed by He. Zoals we gezien hadden in het Hebreeuwse zinnetje. Yavo HaMelech veHaman Hayom. Lezen we als eerste letter van ieder woord achtereenvolgens een Yud en dan een He, een Vav en weer een He. De Godsnaam. This awful king and his evil, wicked advisor, and they spell out the holy name of God. Deze verschrikkelijke koning en zijn een slechte, doortrapte adviseur spellen die de heilige naam van God? Yes. Ja. Again, Deuteronomy chapter 31, verse 18, God hides his face. Nogmaals, Deuteronomium 31, vers 18. God verbergt zijn aangezicht. And perhaps most tellingly, consider two of the most important passages in the book of Esther that, when you read them, cannot but strike you as almost identical to one another, except that they're diametrically opposite. And zo kunnen we ook in het boek Esther kijken naar twee van de belangrijkste versen in dat boek die bijna hetzelfde zeggen. Behalve dan dat ze precies het tegenovergestelde beweren. In chapter 3, verse 12, then were the king's scribes called in the first month on the 13th day. And there was written according to all that Haman commanded. And of course, what Haman commanded is to destroy, to slay, and to cause to perish all Jews, both young and old, little children and women. In Esther 3, vers 12 lezen we dat de schrijvers geroepen werden en dat er werd geschreven overeenkomstig alles wat Haman beval. En natuurlijk wat hij dan beval is dat alle Joden weggevaagd, gedood en omgebracht moesten worden van jong tot oud met de kleine kinderen en de vrouwen. And in chapter 8, verse 9, in almost the exact same words, then were the king's scribes called at that time, well, of course, different day, in the third month, on the 3rd and 20th thereof. And there was written, of course, now it's not Haman anymore, according to all that Mordechai commanded concerning the Jews, even to the satraps and the governors and so on. And likewise, he also wrote in the name of Ahasuerus and sealed it with the king's ring and sent letters by posts. But of course, it's a completely different message. This message is that the Jews are granted permission by the king to destroy their enemies. En in Esther 8, vers 9 en verder lezen we in bijna dezelfde bewoordingen dat de schrijvers van de koning in diezelfde tijd geroepen werden, weliswaar op een andere dag, maar toch, en zijn schreven overeenkomstig
alles wat Mordechai gebood. Niet wat Haman gebood, maar nu wat Mordechai gebood. Aangaande de Joden. Hij schrijft dat dan aan de stadhouders, de landvoogden en de vorsten van de gewesten, etc. Dat wordt geschreven in de naam van koning Ahasveros, verzegeld en verzonden met ijlboden te paard. En zo wordt die boodschap verspreid. Alleen de boodschap is natuurlijk totaal anders dan de boodschap die Haman verspreidde. Nu is de boodschap dat de Joden toestemming krijgen van de koning om hun vijanden te vernietigen. So is it what Haman commands or what Mordechai commands? And why are the commands expressed in almost exactly the same language? Dus is het nu wat Haman gebiedt of is het nu wat Mordechai gebiedt? En waarom worden deze versen uitgedrukt in bijna dezelfde bewoordingen? And of course, ultimately the answer is, it's neither. It's what God commands. En uiteraard, het antwoord uiteindelijk is, het is geen van beiden, niet Haman en niet Mordechai. Het is God die gebiedt. Again, if you ask, does that mean that Mordechai doesn't get any positive credit and Haman doesn't get any punishment for what each one of them chose? Of course not. Again, the choice is left to us, which side we choose. En als we dan kijken naar de vraag van, betekent dat dan dat Mordechai geen enkele beloning krijgt en Haman geen enkele straf? Nee, natuurlijk niet. Zoals we gezien hadden, hangt het af van onze keuze, aan welke kant we willen ons willen inzetten. Wij kiezen welke rol we spelen en de beloning of de straf is daar is daarnaar. But while we choose and we attain for ourselves either merit or liability for our choices, the plan remains God's. Everything that we think we're commanding, we're only acting as the proxy of the one who's wearing the mask, the one who is hidden, but who's always behind the scenes. God, who writes the drama and hires again both the fool and the transgressors. Maar wat we ook kiezen en of we daar nu gunst of aansprakelijkheid mee op de hals halen voor wat we doen. Uiteindelijk is het het script van God en wij zijn slechts een drager, een middel, een brenger van de dingen die aan onszelf zijn. Wij brengen hoe dan ook zijn plan ten uitvoer. Zijn plan vindt doorgang. Ja, en God huurt zowel de dwaas in als de overtreder. So this, of course, is a crucial lesson, perhaps the crucial lesson of a book that doesn't contain God's name explicitly at all, because it's there to teach us about God being behind the scenes and to teach us about the need for us to, so to speak, unmask God and see that he was there all along. En dit is misschien wel de meest belangrijke boodschap van het hele boek Esther. Dat God achter de schermen werkt. Het is zijn script dat ten uitvoer wordt gebracht. Zijn script, het script van degene die het masker draagt. En het is aan ons om ook te zien wie er achter de schermen werkt. Wie er achter het masker zit. Now this mission of unmasking has many expressions. En die missie van het ontmaskeren wordt op vele manieren uitgedrukt.
And while I think what we've already said is the central theme, I'd like to share with you three concrete applications of what that tells us in terms of what we need to do and how we need to conduct ourselves. En dat gezegd hebbende, als hoofdthema voor dit boek, wil ik graag drie toepassingen laten zien voor wat dat betekent voor ons, hoe we ons dienen te gedragen, hoe we ons leven kunnen inrichten. The first application, consider in Haman's indictment of the Jews in chapter 3, verse 8. He says, there is a certain people scattered abroad and dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom. Ten eerste laten we kijken naar Esther 3, vers 8, de aanklacht van Haman tegenover koning Ahasveros. Eén volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. When we look at a people that is altogether scattered and dispersed, inevitably, we're looking at a people that has lost sight of the underlying core that brings us all together. Als we een volk beschouwen dat verstrooid en verspreid is, dan hebben we te maken met een volk dat vergeten is, ja, wat de kern van het bestaan is. We're fixating on the masks, without stripping away the masks and seeing the unity that is underneath. We falen erin om achter het masker te kijken, om te ontmaskeren en te zien welke eenheid er achter schuil gaat. Small wonder then that inevitably the remedy for this problem is crucially dependent upon what Esther says to Mordechai in chapter 4, verse 16, go gather together all the Jews that are present in Shushan to fast for me in advance of my coming before the king. Gather them together to be united. Strip off the masks. See. We're all one. Het is dan ook niet gek dat de oplossing voor dit probleem wordt aangedragen door Esther in Esther 4 vers 16. Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet. En dit als voorbereiding op haar gang naar de koning. De Joden worden opgeroepen om zich te verzamelen, te verenigen, om de maskers af te trekken en te zien welke eenheid er in hun schuil gaat. Welke eenheid er achter die maskers ligt. And for all generations, this theme is one that asserts itself as we read in the everlasting observance of the holiday in chapter 9. Verse 22. En deze boodschap wordt ook vastgelegd voor de generaties die nog komen moeten aan het einde van het verhaal in Esther 9, vers 22. Part of the observance of Purim, the everlasting observance of Purim, is days of feasting and gladness and of sending portions of food, one to another and gifts to the poor. This is the only holiday in which we have a special commandment to send portions, to send gift packages of food to one another. Why? En in dat vers, in Esther 9 vers 22, wordt gezegd dat er op die dagen maaltijden een blijdschap moet zijn en dat men elkaar geschenken moet sturen en gaven moet geven aan de armen. Dit is het enige feest waarin geboden wordt om elkaar geschenken te sturen. Om dozen met cadeaus te sturen. Waarom? Waarom is dat?
Well, if the problem was we failed to see more deeply, we fixated on the masks, and as a result, we were dispersed and scattered and separate from one another. We need to strip off the masks to get a sense of that unity and express that unity in gift giving, in having one big party together. Nou, als het zo is dat we het probleem was dat we maar naar de maskers bleven kijken en onze blik ging niet verder dan dat. En de oplossing is dat we die maskers aftrekken en de eenheid daarachter zichtbaar wordt. Dan is het sturen van geschenken aan elkaar een uitdrukking van die eenheid, van achter de maskers kijken. As you know very well, I think it is imperative for us to consider what we're doing right now as part of that very mission. Ik denk dat het heel belangrijk is om ons te beseffen wat wij eraan doen met betrekking tot deze missie op dit moment. That sense of everyone coming together. Namelijk voor wat betreft het allemaal samenkomen, samenwerken. As expressed so aptly in Zephaniah chapter 3, verse 9. Zoals uitgedrukt in Zephaniah 3, vers 9. For then I will turn to the people's pure language, that they may call all in the name of God to serve him shoulder to shoulder. Want dan zal ik voor de volken veranderen naar een heldere taal voor iedereen om in de naam van de Heere uit te roepen, om hem schouder aan schouder te dienen. That is again the crucial importance of coming together. Digging more deeply and recognizing there is much more that unites us than that divides us. En dat is het cruciale om in elkaar te herkennen, om te zien dat er veel meer is dat ons samenbindt dan dat er is dat ons uiteendrijft. That's my first concrete application of stripping off the masks to recognize that very unity that underlies us all. Dat is de eerste toepassing die ik wilde noemen voor het, het afdoen van de maskers, om die onderliggende eenheid te herkennen die ons alles samenbindt. Which enables us, crucially, to stand shoulder to shoulder in serving God. En die ons in staat stelt om schouder aan schouder te staan, om zo God te dienen. My second application is inevitably an extension of that, which is as stripping off the ultimate mask, finding God. En de tweede toepassing is een uitbreiding daarop. Laatste masker, het grootste masker afdoen, namelijk God vinden achter hen. Dus hij zou zich verbergen, maar het gaat er nu om hem te vinden. You know, we've noted in the past that in all of biblical Hebrew, words have a three-letter root. We hebben in het verleden opgemerkt dat alle Hebreeuwse woorden een drieletterige woordstam hebben. The word that we use for the world, olam, has the three-letter root alam, ein, lamed, mem. En het woord dat wij gebruiken voor wereld, olam, heeft de woordstam alam, ayin lamed mem. Which of course means hidden, concealed. En dat betekent verborgen. Because the real meaning in this world is always hidden, it's concealed. Want de werkelijke betekenis van deze wereld is altijd verborgen. Our mission is to strip off all the masks. Onze missie is om alle maskers af te doen. There's a story of a little boy who
runs home crying to his father that I was playing hide and seek with my friends. And when it was my turn to hide, no one came to look for me. Dat is een verhaal van een jongetje dat huilend naar huis toe rende en aan zijn vader vertelde dat hij verstoppertje aan het spelen was met zijn vriendjes. Maar toen het zijn beurt was om te verstoppen, zo snikte hij, toen kwam er niemand voor mij om, toen kwam er niemand om mij te zoeken. And the father starts crying and says, God, so to speak, has the same problem. En de vader begint ook te huilen en als het ware, hij drukt uit, God heeft hetzelfde probleem. We read in Isaiah chapter 65, verse 1, I gave access to them that asked not for me. I was at hand to them who sought me not. I said, here I am, here I am, unto a nation that was not called in my name. Ik heb in Jesaja 65 vers 1, ik heb toegang gegeven aan hen die niet naar mij vroegen. Ik was beschikbaar voor hen die mij niet zochten. Tegen het volk dat mijn naam niet aanriep, heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Never stop searching. We still have so much to learn from the lesson of the book of Esther. To keep on stripping away the masks. Stop nooit met zoeken. We hebben nog zoveel te leren vanuit het verhaal van Esther om de maskers weg te doen. But you know, there's also a very encouraging message in this, which is the realization that we can change. We just have to keep on working at stripping away those masks that cover over the true reality that is underneath. Maar er is ook een hele bemoedigende boodschap in dit alles. We kunnen veranderen. We kunnen de maskers wegdoen die de onderliggende realiteit verbergen. And this brings us to my third and final concrete application. Dat brengt mij naar mijn derde en laatste toepassing van het wegdoen van de maskers. Which is appreciating how quickly, even suddenly, everything can change for the better if we're ready. En dat is de opmerking dat we kunnen zien hoe snel dingen kunnen veranderen. Ten goede. We get this message in the beginning of chapter 9 in the book of Esther. We krijgen die boodschap in het begin van het boek van Esther. When we read that when the 13th day of the 12th month came, which is another 2 days from now. We lezen deze boodschap aan het begin van hoofdstuk 9 van het boek Esther. Namelijk in de 12e maand op de maand Adar, wat het nu ook is. In the day that the enemies of the Jews hoped to have rule over them, it was turned to the contrary. The Jews had rule over them that hated them. Toen gebeurde het op de dag waarop de vijanden van de Joden hoopten hen in hun macht te krijgen, gebeurt het omgekeerde, want de Joden zelf kregen hun haters in hun macht. And everything is turned upside down. En alles staat op zijn kop. Now it's important for us to bear in mind that suddenly and immediately don't necessarily mean immediately by our standards. Sorry, could you repeat that? It's important for us to remember that suddenly, immediately, don't necessarily mean suddenly or immediately by our standards of time. We moeten ons al realiseren dat een plotselinge of onmiddellijke verandering niet direct plotseling of onmiddellijk betekent naar onze begrippen. As we read in Psalm 90 verse 4, 1,000 years in your sight
are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night. Zoals Psalm 90 vers 4 zegt, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. But that everything can change. And the game isn't over until it's over. It's certainly a message for us all. Maar dat alles kan veranderen en dat het niet voorbij is voordat het voorbij is, is zeker een boodschap van ons allemaal. Simultaneously, we should bear in mind that that could also be a very terrifying message. Tegelijkertijd moeten we ons bedenken dat dat ook een heel angstaanjagende boodschap kan zijn. We've noted this elsewhere as well, but it's important for us to stress it in the Book of Esther. We hebben dat elders ook wel opgemerkt, maar het is belangrijk om dat ook te benadrukken met betrekking tot het boek Esther. But before we do, I feel compelled to share with you a very deep idea in our tradition. Maar voordat we dat doen, wil ik met jullie een heel diep idee uit onze traditie delen. In the Book of Esther, of course, we read all the time about the king. We lezen in het boek Esther voortdurend over de koning. When we read about the king Ahasuerus, then we know we're talking about the king Ahasuerus, who was reigning in Persia at the time. Wanneer we lezen over de koning Ahasuerus, dan weten we dat het gaat over koning Ahasuerus, die regeerde in die tijd in Perzië. But many times it just says the king, without mentioning a name. Maar vaak ook staat er in het verhaal alleen de koning, zonder naam erbij. Of course, the simple meaning, it's still referring to the same king. Uiteraard, in de meest simpele betekenis, verwijst het nog steeds naar de koning, koning Ahasuerus. But remember, in the Book of Esther, God is wearing a mask. Maar bedenk je dat in het boek Esther God een masker draagt? When we read the king in our tradition, it's also alluding to the King of Kings, the Holy One, God. In onze traditie, wanneer er in het boek Esther staat de koning, is dat een verwijzing naar de koning der koningen, de Allerhoogste, God. And here's the terrifying message. En hier is die angstaanjagende boodschap. In chapter 7, verse 6, Esther tears away the mask that Haman has been wearing. In Esther 7, vers 6 trekt Esther het masker af van Haman dat hij droeg. An adversary, an enemy, even this wicked Haman. De man, de tegenstander en vijand is deze slechte Haman. Evil is unmasked, is revealed for all to see. Het kwaad wordt ontmaskerd en wordt openbaar voor iedereen om te zien. And we might expect that evil would be immediately destroyed that very moment. En we zouden verwachten dat het kwaad op datzelfde moment direct vernietigd wordt. And what in fact happens is exactly the opposite. En wat er daadwerkelijk gebeurt is precies het tegenovergestelde. In verse 7, the king arose in his wrath from the banquet of wine and went into the palace garden. And Esther is left alone with Haman. In vers 7 lezen we, woedend stond de koning op van het drinken van de wijn en ging naar de tuin van het paleis. En koningin Esther blijft alleen achter met Haman. She's just revealed the face of evil. And it seems that she's at the mercy of evil. And the king is gone. Ze heeft zojuist het kwaad, het gezicht van het kwaad ontmaskerd. En het lijkt erop dat ja, de koning is nu weg. En ze wordt alleen gelaten, overgeleverd aan het kwaad. Well, the king isn't gone. Maar de koning is niet weg. You know, in the continuation of this verse, in verse 7, when we read that
there was evil determined against him, against Haman, that's also a chain of four words that hints at God's holy name. Not the initials, but the last letters of these four words spell out again God's holy name. Yud followed by He, followed by Vav, followed by a second He. Want in het vervolg van vers 7, daar staat dat Haman voor koning Esther voor zijn leven smeekte, want hij zag dat hij de koning, want hij zag dat bij de koning het onheil over hem ten volle besloten was. En in dat laatste zinnetje zien we iets vergelijkbaars als dat we eerder zagen, namelijk dat er vier woorden zijn, waarvan ditmaal niet de eerste, maar de laatste letters samen de godsnaam vormen. En het zinnetje waar het over gaat is, dat er onheil over hem ten volle besloten was. And of course, most crucially, in verse 8, the king returns. The king returns out of the palace garden into the place of the banquet of wine, and Haman was fallen upon the couch whereon Esther was, and that's it. The king said, will he even force the queen before me in the house? As the word went out of the king's mouth, they covered Haman's face, and two verses later, Haman is on the gallows, hanging. And uiteraard zien we ook dat de koning niet weg is in het vervolg van het verhaal in vers 8. Toen de koning uit de tuin van het paleis terugkwam in de zaal waar men de wijn gedronken had, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. En dat is het dan. De koning zei, zou hij ook nog de koning in huis aanranden in mijn bijzijn? En zo wordt Haman veroordeeld en twee versen later hangt hij aan de galg. And this also, after all, is an exercise in being able to strip away the masks, to realize that at that moment that seems to be of greatest darkness, it's really the darkness before the dawn. The king seems to have disappeared because the king is wearing a mask. And the king comes back and we'll see the redemption before our very eyes. Dit is ook een oefening in het wegdoen van de maskers. Op een moment dat alles verloren lijkt, dat het zeer duister is en het lijkt alsof de koning weg is omdat hij een masker draagt, dan zien we dat als het kwaad de overhand lijkt te krijgen, de koning terugkomt en ingrijpt en zien we voor onze ogen de verlossing zich ontvouwen. We've discussed this previously, also in reference to the previous redemption. The redemption from Egypt, where we saw much the same thing happening. We hebben dit eerder ook besproken over een vorige verlossing die we gelezen hebben, namelijk bij de Exodus. You remember the story of the straw that when Moses came, Pharaoh said, no more straw for the slaves, and their suffering only became greater and even more intolerable, and it was so miserable, so awful, that Moses himself questions his mission. Herinner je dat Mozes voor de farao kwam en dat de farao zo boos was dat hij zei dat er geen stro meer verzameld moest worden voor de Israëlieten, maar dat ze dat zelf moesten doen, en dat hun lot daarmee nog ondraaglijker en afschuwelijker werd, en dat zelfs Mozes zelf zijn missie in twijfel trok tegenover God. In Exodus chapter 5, verse 22, why have you dealt ill with this people? Why is it that you sent me? For since I came to Pharaoh to speak in your name, he has dealt ill with this people, and you haven't saved him at all. In Exodus 5, vers 22 en 23, toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, Heere, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? Ja, vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En u hebt uw volk helemaal niet gered. And God's answer, the next verse, the beginning of chapter 6 of Exodus. Now you will see what I will do to Pharaoh.
For by a strong hand shall he let them go, and by a strong hand shall he drive them out of his land. En in vers 24 lezen we het antwoord van God tegen Mozes. Nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Voorzeker, door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. To flesh and blood eyes, God was hiding and evil was victorious. Voor Mozes leek het alsof God zich verborg en het kwaad de overhand had. En, what even Moses could not see at that time was it was also part of the plan that the very last impediment to redemption was the Egyptians, who might have otherwise been able to claim it wasn't our fault, it was Pharaoh. Wat zelfs voor Mozes op dat moment verborgen bleef, was dat hier de laatste horde werd genomen op weg naar de verlossing. De laatste voorwaarde, of de laatste grond van protest voor de Egyptenaren werd weggenomen. Namelijk dat de Egyptenaren hadden kunnen zeggen, hey, het was de farao, het was niet onze schuld. En now that the ordinary Egyptians begrudge their worthless straw from the slaves just to make the slaves' lives more miserable, have lost their last excuse. And God's wrath will be poured out upon them in the 10 plagues of Egypt. En nu de Egyptenaren hun waardeloze, voor hun waardeloze stro achterhouden voor de Israëlieten, simpelweg om hun leven nog miserabeler te maken, hebben ze geen excuus meer en wordt de volle toorn in 10 plagen over hen uitgestort. So where was God then? He was there the whole time. Dus waar was God toen? Hij was er de hele tijd. You might have thought that he was wearing a mask and you just had to be able to wait until the mask is taken away. Je had kunnen denken dat hij een masker droeg, maar je moest gewoon wachten op het moment totdat het masker weggenomen zou worden. Now, does that make the events of the Book of Esther just a kind of recapitulation of the events of the Exodus from Egypt? Maakt dat nu de gebeurtenissen in het verhaal van Esther, dat het slechts een hervertelling is van de gebeurtenissen tijdens de Exodus? No. Nee. Because the Book of Esther is far more subtle than that. Want het boek Esther is veel subtieler dan dat. You see, even when God seemed to be hiding, he still tells Moses in chapter 6, verse 1, where we're heading, that by a strong hand shall he let them go, and by a strong hand shall he drive them out of his land. God will be revealed for all to see clearly, for all to see without one drop of doubt or uncertainty. Want in het boek Exodus zien we dat God nog steeds tegen Mozes zegt in 5 vers 24. Nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Voorzeker door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. God laat er geen twijfel aan bestaan wat de uitkomst is van het geheel. En dat zijn macht en overwinning openbaar zal worden. En truth is that we anticipate such manifest dramatic miracles just around the corner in the future as well. En de waarheid is dat zulke dramatische, grotere, wonderlijke gebeurtenissen ook in het vooruitzicht hebben in onze tijd. God promises in the prophecy of Micha, chapter 7, verse 15, as in the days of your going forth out of the land of Egypt, will I show unto him marvelous things, the great wonders, the miracles. Micha profeteert in het boek Micha 7, vers 15.
Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal ik het wonderen doen zien. Does that mean that in the future there will be miracles like the miracles of the Exodus from Egypt? Betekent dat dat er in de toekomst wonderen zullen zijn zoals de wonderen ten tijde van de Exodus? Not at all. They will be far, far greater than the miracles of the Exodus from Egypt. Helemaal niet. Die wonderen zullen nog veel groter zijn dan de wonderen ten tijde van de Exodus. That's why the prophet Jeremiah tells us in Jeremiah chapter 16 in verses 14 and 15 that in the future it will no more be said as God lives who brought up the children of Israel out of the land of Egypt. It won't be said anymore. Dat is waarom Jeremia zegt in Jeremia 16 vers 14: daarom zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat er niet meer gezegd zal worden, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft. Dat zal niet meer gezegd worden, hij die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft. Because rather we will say, as God lives, who brought up the children of Israel from the land of the north and from all the lands where he had driven them. That's a much greater miracle. Want wat er wel gezegd zal worden, in vers 15, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land dat ik hun vader gegeven heb. Dat is een veel groter wonder nog. And we will sing God's praises for those wondrous miracles, even greater than the praises for the Exodus from Egypt. En we zullen God lof zingen, meer nog dan dat te deden voor de wonderen die Hij verricht heeft ten tijde van de Exodus. That's when we, as it were, declare God's loving kindness in the morning, as we read in Psalm 92. That is, when we see the loving kindness of God, everything is bright, everything is clear, everything is sunny, and we sing that kindness. En dat is wanneer we, zoals Psalm 92 zegt, vers 3, zijn goede tierenheid bezingen. Wanneer alles zonnig is en zijn goede tierenheid blijkt, dan zingen we over die goede tierenheid. Purim isn't about miracles like that. It's not about being able to declare God's kindness that is manifest for all to see. Purim gaat niet over dat soort wonderen, over het verkondigen van goede tierenheid die voor iedereen te zien is. The Book of Esther is about being able to declare God's faithfulness in the nights when everything is dark and nothing is obvious. Het boek Esther gaat erover om trouw te verkondigen in de nachten wanneer alles donker is en hopeloos lijkt. And ook in Psalm 92 vers 3. And that's precisely why, as we noted in Esther chapter 9 verse 28, Purim is forever. En dat is precies waarom we gelezen hebben in Esther 9, vers 28, dat Purim voor altijd is. The great miracles of the past will be eclipsed by the even greater miracles of the future. De wonderen uit het verleden zullen overschaduwd worden door nog veel grotere wonderen uit de toekomst. The lesson of Purim is, even when you don't see the great miracles, you know God is there. En de boodschap van het boek Esther is, de boodschap van Purim is, ook al zie je geen wonderen, weet dan, God is nog steeds daar. So we study the book of Esther and we look for the name of God that at least explicitly never appears even once. Dus we bestuderen dit boek Esther, waarin zijn naam expliciet tenminste geen één keer voorkomt. And we ask, so where was God? En we vragen ons af, waar was God dan? And of course the answer is
He was there all along. En natuurlijk is het antwoord, hij was er de hele tijd. As expressed in Psalm 16, verse 8, he is at my right hand. I shall not falter. Zoals in Psalm 16, vers 8 staat, hij is aan mijn rechterhand, ik wankel niet. So, may we on all of these different levels become experts, not merely at putting on the masks, but at pulling them off. Dus mogen we op al deze vlakken niet alleen experts worden in maskers dragen, maar juist in het afdoen van maskers, ontmaskeren. When we pull off the masks, we realize God is always with us. Wanneer we de maskers aftrekken, realiseren we ons dat God altijd bij ons is. The great blessing of the Book of Esther and the Holiday of Purim. Dat is de grote zegening van het boek Esther en de feestdag van Purim. Happy Purim and God bless you. Een gelukkig Purim en God zegen u.